We zijn vandaag thuis. Thuis in onze studio van Lokale Omroep Start. Want er is feest. Op 7 juli maakte Dick van der Leij zijn 500ste uitzending van het programma Ouderwijzer. Ik ben bij Start gekomen omdat de toenmalige gemeentelijke fusie in opdracht van het Rijk inhield dat Zetten geleden één gemeente moest worden. En dat hield ook in dat er dus maar één lokale omroep was. En zodoende ben ik in 2010 bij Strikken op Start gekomen. Het programma Ouderwijzer is ontstaan toen ik gepensioneerd was. Ben ik nog een poosje doorgegaan met taxi rijden. 2-3 dagen in de week. Totdat dat ik een herseninfarct kreeg. De toenmalige hoofdredactrice die hier was, Natasja Wingelaar, die zei tegen mij van, dan heb je tijd genoeg over, heb je gezin om nog een programma te maken? Ja, programma maken. Wat moet het dan worden? Nou, een lang bomen op die morgen. Ouderwijzer. Nou, 500 uitzendingen, leuke anekdotes. Ja, tuurlijk, er zijn zoveel dingen geweest die in die 500 uitzendingen zijn gepasseerd. Ik kan me een mooi gesprek herinneren met een missiezuster, waar we dus over gepraat hebben en gedaan hebben. Dat is zeer goed bevallen. Gesprekken met onze startdokter zijn altijd leuk en toch ook heel leerzaam. De belangrijkste uitzendingen vond ik dat ik een oudere specialiste heb kunnen strikken. Indrukwekkendste vond ik de 4 uitzendingen die we gemaakt hebben met de oud-kompels in verband met het jaar van de mijnen. Daarna muziek hebben we nog een aantal tips voor u. Want kunt u zich dit liedje nog herinneren? Het wordt gezongen door Helentje van Capelle, Het Tuintje. Wij waren getuigen van de 500ste uitzending. Het was gezellig. De genodigde gasten die Dick kwamen feliciteren en oude herinneringen met hem delen van de afgelopen 5 jaar. Het resulteert in toch gemiddeld per uitzending 4 à 5 verzoeknummers die je dus draait. Daarnaast reageren mensen heel enthousiast over de gouden oude die we doen. Dat wil dus zeggen van muziek van voor 1940. En daar komen hele mooie reacties op. De onderwerpen van de stokdokter, ja, dat houdt in speciaal gericht op kwaaltjes, laat ik dat zo zeggen, kwaaltjes die het ouderen betreft, osteoporose, staar, noem het op, het kan niet zo gek zijn of we hebben het erover. Dus toch wel onderwerpen waar dus de mensen iets van kunnen leren van hoe kan ik behoeden dat ik het niet krijg en ja, ik heb dat kleine aandoeningje, wat kan ik eraan doen? Wat moet ik eigenlijk doen? Maar u heeft ook andere onderwerpen gehad, zoals beveiliging, kan ik me nog een programma herinneren. Tuurlijk zijn er andere onderwerpen, dat zeg ik, we hebben een heel breed scala. We hebben mensen gehad hier die gepraat hebben over monumenten. Jo, kom eens even niet zitten. Jo, kom eens heel Proficiat met die 400ste uitzending. Wanneer best begon ze eigenlijk? Nou, 2010. 2010? Ja, dat is toch een tientje. Ja. Maar goed, 400ste uitzending. Wie wil gewoon het er nog waren? Als ik gezond van lijf en leden blijf. Dat had ik een jaar of 5 doorgaan. Oké. De cadeaus, oude wijfkoek, advocaat en boerenjongens die werden overhandigd, hadden alle betrekking op het programma van Dick, Ouderwijzer. Nog heel veel succes. Ook wij feliciteren Dick met zijn jubileum en wensen hem nog vele uitzendingen in goede gezondheid toe.